De eerste hint gaat over Pieter. Natuurlijk, de slogan heb je mij gemist. Dat kan heel erg goed slaan dus op Pieter. Hij is namelijk priester. Eindelijk is het dan officieel bekend. Pieter is de Mol, Vlaanderen 2018. En dat kon ik jullie 2 weken geleden al vertellen, want toen was ik al bijna zeker van dat Pieter de Mol zou zijn. Vandaag werd het dus daadwerkelijk bevestigd. En je moet even weten, het is best wel irritant voor Hollanders, want wij moeten natuurlijk de aflevering online terugkijken. En dan is het lastig om social media te vermijden, want daar staat natuurlijk al gelijk op wie de mol is. Maar het is me toch gelukt om zonder social media op te gaan gelijk de aflevering te bekijken. En ik was na die 50 minuten toch wel heel blij dat uiteindelijk Pieter de Mol bleek te zijn. Dat het verlossende antwoord er daadwerkelijk was op dat moment. En ook in deze aflevering was het wel een klein beetje voorspelbaar dat Pieter de Mol zou zijn. Hij was namelijk als enige van de drie degene die geen geld verdiende bij de opdracht dat ze boven een ravijn aan het hangen waren. En dat bevestigde voor mij nogmaals dat hij de mol wel moest zijn. En hij is er dus daadwerkelijk ook. Wat gaat er nou gebeuren in de laatste aflevering? Het is net even iets anders natuurlijk dan in de Hollandse afleveringen. Want daar krijg je natuurlijk in de laatste aflevering de mol te zien. En daarna gelijk de molacties. Hier is dat een klein beetje anders. Hier zie je namelijk in de allerlaatste aflevering alleen maar de molacties. De mol weten we daadwerkelijk al. Er was een kleine preview al te zien aan het einde van deze aflevering. En daardoor zagen we al een paar molhints van Pieter. Laten we die er eventjes tussenuit halen. Soms is het als programmamakers om met een katholiek iets te beginnen. Dat je molenpriester is. Ja, en dan denk je natuurlijk, zo'n makkelijke en duidelijke hint, dat kan toch bijna niet. Maar toch wel, in de mol kan alles. En je ziet het alweer, dit was gewoon een officiële hint dus. Dat de priester en heb je mij gemist, dat hij natuurlijk allemaal al naar de mol verwees. Of wat dacht je van de vrijstelling voor Pieter in aflevering 6 bij de geitenopdracht? En de kandidaat van wie de geit die tortilla opeet, die krijgt de vrijstelling. Wat is dat? 2000 euro uit de potten, Pieter. Schitterend. Ja, dat fluitje was er natuurlijk ook nog. En dan tot slot de prikkelproef uit aflevering 6, waarin Pieter... Nou ja, kijk zelf maar. En volgende week krijgen we natuurlijk nog veel meer molacties te zien in de laatste aflevering van dit seizoen. En dan nog eventjes terug naar de winnaar natuurlijk van dit seizoen. Lloyd wint de pot van 27.665 euro. En dat is zeker niet slecht voor een student. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat is Lloyd te weten gekomen van de mol tijdens de chatsessie? En is door deze chatsessie Lloyd daadwerkelijk echt naar de mol toegestuurd? Of wist Lloyd eigenlijk van tevoren al dat Pieter de mol zou zijn? Die vragen gaan we natuurlijk allemaal volgende week antwoord krijgen. Volgende week de laatste video, dan gaan we nog eventjes helemaal terugblikken over het hele seizoen. En gaan we natuurlijk nog eventjes de molacties bespreken. Dat is altijd wel even leuk om terug te zien. Volgende week is de allerlaatste video van dit seizoen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk en heb je natuurlijk genoten van de afgelopen video's op dit kanaal. Als je nou een video terug willen bekijken, dat kan natuurlijk. Klik even de playlist aan, die is nu in beeld. Of abonneer natuurlijk en dan zie je de volgende video's die gaan komen op dit kanaal. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot volgende week.